En dan Kevin Strootman. Ja, Kevin, als je in aanloop naar deze wedstrijd niet helemaal okselfris bent, dan is zo'n wedstrijd, die komt wel als geroepen, kan ik me voorstellen. Ja, het ging, ik denk dat we de hele wedstrijd onder controle hadden. Ze begonnen wat opportunistisch, eigenlijk hetzelfde als vorig jaar. En dan missen we, denk ik, binnen 5 minuten 200% kansen. Dat is jammer. Je creëert ze wel en dan komt er wat angst bij hun in de ploeg. En dan hebben we denk ik alleen maar gedomineerd. Ja, ik ben heel vaak hier in Den Haag geweest. Ik heb heel vaak hier een gekhuis meegemaakt, een heksenketel. Ik heb nog nooit zo'n tam avondje meegemaakt en dat is denk ik jullie grote verdienste. Nee, klopt, dat is zo. Kijk, het publiek zoekt voor hun iets om erachter te gaan staan. En bijvoorbeeld met een kans of zoals toen de 4-1. En dan is het maar goed dat je gewoon de 5-1 maakt. Anders kan het nog, dan kan het lastig worden. Je hebt met AZ gezien, die ik domineer ook en die krijgen lullig een goal tegen. En dan wordt het opeens een andere wedstrijd. En gelukkig hebben we ervoor gezorgd dat door het publiek bijna stil kreeg. Ja, zo goed als ze stil. Het enige wat ik hoorde was het PSV-uitvak. Het leek soms wel een trainingswedstrijd. Positiespel, wat ik op vrijdagmiddag zie, zag ik hier ook. Maar je hebt hier gewoon vaak als we uitspelen is het op een veld wat een stuk minder is. En hier heb je gewoon een heel goed veld liggen, een groot veld. En een ploeg die ook wil voetballen met jonge spelers. En kijk, daar voetballen wij eigenlijk het lekkerst tegen. Als de tegenstander dat ook doet, dan komen er ruimtes voor ons. Ja, en dan zie je dat we heel veel kwaliteit voor in hebben. Ja, je pakt hier 3 punten, je doet hier iets aan het doelsaldo, maar ook iets aan de moraal van de ploeg in aanloop naar het supertrio wat eraan komt. Vitesse, Ajax, Twente. Ja, is dat al het supertrio? Vind ik wel. Oké. Ja, dat weet ik niet. Kijk, het is natuurlijk wel goed dat je zo'n overwinning hebt. Maar of dat een rol speelt in de aankomende wedstrijd, dat weet ik niet. Het is wel dat je als koploper aan de wedstrijd begint. Het geeft een andere soort druk, denk ik. Maar wel een positieve druk. En we willen de volgende wedstrijden willen we ook goed gaan afsluiten. Ik denk dat er mooie wedstrijden kunnen worden. En dan moeten we zorgen dat we de punten in eigen huis houden. Ik denk dat het dadelijk goed toe is in de bus richting Eindhoven. Dat de sfeer optimaal is bij PSV. Hoe is het tot slot met jou? Toch een beetje krakkemikkig aan deze wedstrijd begonnen in aanloop. Wat kleine blessuretjes. Hoe is het nu? Ja, nu een beetje reactie met mijn enkel en mijn rug. Dat voel ik wel. Maar het gaat wel goed. Kijk, ik hoop donderdag gewoon mee te kunnen doen. En gelukkig was de wedstrijd beslist zodat ik eruit kon. Een brede selectie omdat je ziet, de invaller scoort ook gewoon een goal. Dus ik hoop volgende week gewoon weer te spelen. Ja, nou, dat is een heel positief gesprekje zo. Hè? Ik heb weinig te klaren. Nee, daarom. Mag ik even geen geel gepakt. Dus alles is positief, denk ik.